the men steal. If you want to claim the dead man to cheat, the rich man die. The poor man back, the poor man take away the beggar man's wife. Don't cry, everything will soon be okay. As soon as the war is over, the children will be free to come home. Ik zeg goeiedag arme sloebers, deze is voor jullie. Hier is Job, jullie oppersloeber en ik ga jullie helpen om gratis aan een Formule 1 auto te komen. Ja, je hoort me goed, gratis aan een Formule 1 auto komen. Wat moet je daarvoor doen? Daarvoor moet je je spawn location op last location zetten terwijl je voor de casino staat. Dus sta je voor de casino, zet je spawn location op last location en verander even je outfit zodat je rechts onderin een oranje saving circle te zien krijgt. Heb je die gezien? Ah, dan gaan we de glitch doen. Wat gaan we doen? We gaan een Formule 1 auto pakken. Ja, je gaat het niet geloven. De Formule 1 auto's, we kunnen ze nog niet kopen, maar er staat er eentje op het podium hier in het casino. En die gaan we eraf glitchen. En we gaan het met een glitch gaan we hem eraf krijgen, zodat we hem echt daadwerkelijk kunnen krijgen. Je moet een beetje geluk hebben, maar hij is echt te doen. Hij is echt te doen. Hij is echt te doen. En ik ga je precies voordoen hoe je de grootste kans hebt om hem te hitten. Hoe we gratis deze Formule 1 auto kunnen krijgen. Ja, ik vind hem echt heel superleuk. Oké, we gaan naar de Lucky Wheel. En je zal zien, ik ben hier voor het allereerst. Deze arme stoeper is hier voor het allereerst. Die zal voor eerst op links moeten klikken om voor $500 een abonnementje te kopen hier. Een membership card. Oké, als je dat hebt, nou, dan kunnen we zo dadelijk aan het wiel gaan draaien. Let op, dit kan je maar één keer per dag doen. En daarom is hier een glitch voor nodig. En wat moet je daarvoor doen? Je moet naar je settings gaan en ga naar je internet settings, zodat je klaar staat om je internet te verbreken. Je mag ook je LAN-kabel eruit trekken. Je mag zelfs je hele game afsluiten als je wil. Maar zo dadelijk, als je op een regel komt die je niet wil, wil je zo snel mogelijk je internet eraf gooien. Oké, dubbelklik op je PlayStation-knop, kom je terug in de game. En nu gaan we aan het wiel draaien. En daar zit een timing dingetje aan. En die timing die kan jou helpen om deze glitch beter te hitten. Wat gaan we doen? We gaan het wiel draaien. Dan krijgen ze dadelijk links bovenin spin de wiel. Als je dat ziet, dan tel je tot 4. 1, 2, 3, 4. En dan doe je je linker joystick naar beneden. Dus je linker joystick gewoon naar beneden doen. Dus niet draaien, alleen naar beneden. Nou, komt hij niet op het juiste, doe je gelijk je internet uit. Gelijk je internet. Je mag echt niet treuzelen, je mag echt niet wachten. Direct je internet. Of je LAN-kabel eruit, of de game afsluiten. Het mag ook, duurt wat langer. Maar gewoon je internet eruit is prima. Dus als je ziet dat hij niet op het juiste vakje valt, dubbelklik PlayStation-knop, internet uit. Dubbelklik op je PlayStation-knop om terug naar de game te gaan. En dan zie je dat je sign-out of internet bent. En dat je terug wordt gekickt naar story mode. Prima, zie je rechts onderin quitting session. Wat doen we? We gaan alvast weer de internet terugzetten. Dan zal die ons kicken naar story mode. En als we in story mode zijn, gaan we weer naar online. Doe een invite only sessie of een solo sessie. Dat laat lekker snel. En als je alles goed hebt gedaan en je spawn location staat op last location, sta je weer voor de casino. Kunnen we? Nog een keer. Nog een keer. En dat kan je niet als je te laat bent met je internet eruit. Of als je te laat bent met de game afsluiten. Dan heeft de game een save gemaakt. En dan mag je niet meer aan het Lucky Wheel draaien. Mag maar namelijk één keer aan die 24 uur aan het Lucky Wheel draaien. Maar je ziet het. We mogen weer opnieuw draaien. En dat gaan we nog een keer doen. En we gaan weer tellen. Even wachten. 1, 2, 3, 4. En ja, hij doet je linker joystick naar beneden. En als het goed is en je hebt geluk, je moet natuurlijk een beetje geluk hebben. Woep, 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 woep. Kom. Ja, lekker. Yes, en daar is die. Woppa. Zo, en ook midden erop, hè. Lekker, man, lekker. Valt hij op het verkeerde vlakje? Snel weer internet uit, gasten. Snel internet uit, voordat hij de game safe maakt. Maar dit is hem. Ik heb de auto. Dit is de Formule 1 auto. En je gelooft het of niet? Maar het was echt in twee keer. Toen ik de timing een beetje door had, het was echt twee keer. Mooi man. Hey, we gaan eens even kijken. We gaan even de mechanic bellen. Want dit is lachen. Want dit is mijn allereerste auto op dit account van Arme Sloeber 2. Lachen man. Even kijken. Hier, kijk. Ik heb alleen een Formule 1 auto. Voor de rest heb ik nog helemaal niks. Sterker nog, ik heb er eerst een gebouw voor moeten kopen om hem te kunnen opslaan. Oké, nou daar is hij. Lekker, lekker, lekker. Wat leuk man. Hey, we hebben dus een Formule 1 auto.
lachen. Ik ga even meenemen. En dan ga ik even naar de modshop. En dan ga ik even kijken. Want voor arme sloepers geldt ook een dingetje. Want die hebben natuurlijk geen geld om een verzekering op deze auto te kopen. Dus arme sloepers, even wachten. We gaan even in de video kijken of er ook nog daadwerkelijk een verzekering op zit. Ja, dat scheelt je dus nog meer geld. En als dat zo is, dan is deze Formule 1 auto echt helemaal gratis. Oké, we gaan eventjes kijken. Wat is Love and Theft? Ja, dat is het. Full coverage, hij is helemaal verzekerd. Deze Formule 1 auto is voor jullie arme sloepers helemaal gratis. Hier bij Job de arme sloeber. Die arme Job. Het is hem nog steeds niet gelukt om zijn droomjacht te kopen. Hij heeft nog steeds niet genoeg geld. Maar wat moet hij nou doen om aan dit geld te komen? Want dat is aan jullie. Ik laat jouw manier om snel geld te komen in de comments hieronder. Dan zorg ik ervoor dat Job genoeg cv'tjes en sollicitatiebrieven klaar heeft liggen. Lukt het de volgende keer wel om zijn droomjacht te kopen? Je ziet het de volgende keer in The Los Santos Dream.